ga Hjoed een bijzondere gast. Het is een ladykiller. Hij is trendsetter van de EO en van de ChristenUnie. Het is een doemnisoon uit Stiens. Hij maakt het carrière op televisie. Het is Arie Boomsma. Ik ben hier in Starem en ik ga Jering nodig. En waar kan ik dat beter krijgen? Als bij de visjunk van Friesland, Doede Bleker. Een jaar of 10 geleden, toen was er nog niks mis. Kostbaar ik huizen lopen, het lijkt droog van de vis. De beer sprok zo aan boord, wat maken zijn verhaal. Okay. En aan de kale hoek vond je zo twee wegjes al. Wij kennen het niet zo meer, als de buzen van ons broek. Van Corruttersand tot de Rotterdammerhoek. Van diepste in de kruil tot in de markerwaard. Daar willen wij vissen, zolang ons bootje vaart. Zolang ons bootje vaart, hoor. Zo is het. Zolang het bootje vaart. We gaan door, hè. We gaan heiding halen. Oké, doen we. Ah, doe eens vishouden. Thank you. Hier staan we bij de visjunk van Stavoren. Onze enige echte. Zo dat. Ja. Helemaal met opgroeid. Helemaal met opgroeid. Ja. En helemaal verzwaard. Is er een soort kieuwen hier achter zitten? Nou, ik zal me niet zeggen, maar ik heb geen kamer gehad, maar ik heb skubber uit. Nou, kraaien van al die ja, visjunk. Ja, nou. Hering. Ja, nou, wat dat zeggen je, man? Je zegt hering. In een tonsje. Hier zitten de heringen in. Nou, een hering is gekaakt, hè? Kaken, dat is dit. Dit wordt wat is dat? Dat wordt eruit genomen. Dat zijn de kieuwen, het hart en het galsie. Ja. Dat wordt eruit genomen. Ja. De rest dat moet zitten, lief. De rest van Ingewan. Ja. Want er zit enzymen in. En die enzymen die zijn heel belangrijk voor het smaakproces. Sommigen worden ze dus in een pikkel zetten. Ja. Zo'n 20 uur ongeveer. Ja. En dan zit er enzymen in de Ingewan. En dat is een soort chemisch proces met het zout. En dat maakt de hering riep. Dat maakt ze zacht. Dan zie je, dit is ook heel belangrijk voor de smaak van de hering, wat hierin zit. Dat is het plankton dat de hering eet. En dat is met bepaald voor de smaak, voor het eindresultaat. Ik ken ook niet Hollandser, wel zo nog. Niet Frieser, hoe heet dit? Nou, het is met een hering zo. Details bepalen het eindresultaat. He, ze komen hier wel eens. Maar hoe kan dat dat er onderling zo'n verschil in hering zit? Ja. Nou, dan zeg ik wel eens, ja, dan moesten ze een keer in je vragen van een restaurant. Er is duizend en een soorten wien. Ja. Die worden alle gemaakt van druiven. Ja. Nou, geweldig, jongen. Dit precies 10. Nou. Hartstikke best. Succes ermee. Het gaat lukken. En ik wil een heerlijke vishand. Oké. Okay, dankjewel, hè. Okay. Op wij. Nee, Arie Boomsma. Hier. In de broek bij de Jouden. Daar heb ik mij mee opraten. Daar kan ik nog beter met samen opraten. Als bij het tjerken. Arie! Arie, weet ze. Hoe doen we dat ook weer? Zo en dan. Alles goed? Ja, zeker. Wat fijn. Ja, ik heb je Jering bij me. Lekker. Zal ik het hier even roeken litten? Dat is nooit zo lekker, toch? Nou, dat weet ik net. Deze ben van Doeren, dus deze ben wel lekker. Wat fijn dat is de best. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik vind het fijn dat ze dat op de uur nog niet lang is. Ah. Zal ik hier even zitten, hier? Goed. Zit je samen mooi in. De hering in het midden. Niet in de zon. Nee, die moet daar zijn cigar, maar ook even in de koelkast. Is net een mooi plakje hier. Schitterend, ja. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit eerder was. Nee. De vies goed dat ik Fries praat. Ja. Ja, het liefst zou ik ook Fries praten, maar ik ben er gewoon niet goed in. Maar ik versta het en ik schrijf en ik lees het. De kerstikkelen lezen. Ja, dus ja. Vies net erg dat ik Fries mee. Ja, graag okay. Zelfs. Nou, best. Hé, hey, daar zitten we nog een jaar. Ja. En bij een tjerke. Hoe kon het ook anders? Wist er net, eigenlijk net een beetje. Nou, ziek van. Ja, moe. Nou, wurg. Nou, waar het me om gaat, het gaat altijd naar de tjerke, nou.
Ja. Of waar zouden we toen voetballen? Hè? Nou, dat is wel zo. Heerenveen. Op een gegeven moment wordt het de hele tijd dat een onderwerp, hè? Ja. En dat, maar ik vind het leuk om erover te praten, dus het maakt me niet heel veel uit. Kijk, nee. Er moet altijd wel ruimte zijn om ook over andere dingen te dat praten. Dat vind ik, hè? Ja. Dus we hadden goede jaren, joh. Het doet zien, joh. Het doet zien. En, maar ja, goed, in ieder geval... We kennen ook alleen mensen. Dan is dit kader, want dan bloedt de jaring je kader. Ja? Kom. Nou, ik ga natuurlijk op dit hele mooie plekje hier met jou praten. Ja, dat hier natuurlijk, ja, dat vond, ik vond het gewoon mooi. Ja, dat is een heel mooi kerkje. Gewoon een heel mooi kerkje. En lekker stil. Misschien kun je dit in één zin zeggen. Wat doet het mij? Dij. Dat wil ik graag weten. Want dat vind ik belangrijk. Ja, voor mij, het geeft mijn leven invulling. En het stelt mijn staat liefde of begaan te zijn met mensen en de maatschappij. Wat ik anders misschien niet zou zijn. Maar het moeilijke daarvan is meteen dat ik denk ook niet dat alleen christenen liefde kunnen geven. Dat is natuurlijk voor iedereen. Mijn leven is niet beter dan dat van iemand die niet gelooft. Helemaal niets. Ik heb ook tegenslag, ik kom alles ook tegen. Ja. Maar dat geloof is voor mij iets waar ik op terugval als het slecht gaat. Het is gewoon als een vriend. God is als een vriend. Ja. Die vangt je op als het niet goed gaat. Zo wil ik dat ook blijven zien. Ja, en daar moet je meteen ook uitkijken dat je daardoor niet naïef wordt en altijd maar denkt, als ik het niet kan, dan God wel. Je moet ook zelf verantwoordelijk. Ja, oké. Okay. Er was net een man van, maar even gauw hoor. Nee, zal misschien wel goed komen. Nee. Bidden doe ik als communicatie natuurlijk. Ja. Dat vind ik heel belangrijk, maar ik bid niet voor succes. Ik bid niet voor dat het allemaal maar zo leuk en makkelijk. Dan haast voor succes. Ja. Rara. Hoe kent dat dan? Ja, nou, ik weet het. Nee, succes. Maar ik bedoel de zesde, heel eerlijk, de zesde EO-model. Ja. En de zesde is de ChristenUnie het model zijn. Ja, meegeholpen aan. En ja, kijk, ik zie mezelf meer als, ik hou heel erg van een uitdaging. En met de ChristenUnie was het zo, dat heeft een bepaald stempel, een bepaald imago. Dan vind ik het leuk om daar iets verrassends mee te doen. En met de EO is dat hetzelfde. Ja. Het is heel leuk om tegen de vooroordelen van mensen in te gaan. En die rol vind ik ook ontzettend leuk om dat te... Dat lijkt hij wel, ja. Dat lijkt hij wel. Ja. Wij maken gewoon een slag. Lekker rieten maar rijden. Zo is. Ben je dan in? Boomsma! Ja. Wist een beetje een keukenprins? Totaal niet. Let op! Ja, leer me. Leer hier in Friesland op een boerenpleets. Hebben wij het speciaal als voorgerucht. Die heerlijke jering van Doer de Bleker. Daar maakt ze een lekkere salade van. Daar komt in. Nou, maar een hele beetje siepel. Maar rede biet. Daar komt in. Augurk. Appeltje. En een mooi koken eiken erop. En ik lees er een mooie lekkere komkommer. Hele tinne plakjes omheen. Dat is het voorgerucht. Beetje mayonaise erbij. Wist wat? Dat maakt het wat smeuig. Dat is lekker. En dan hebben we als hooggerucht... Lamsrek, hè? Lamsrek, moet je even zien. Zo. Is het wat? De grote en de kleine. Een mooie lietse lamke. Ja, het is maar heerlijk. Mooi, hoor. Smaren we mooie marinade op. We gaan nog een gang. Dus we beginnen met de jering. Ik zal daar eerst even zien letten hoe we deze heerlijke zeebanket door de saai de... Kus van de zee, meneer. Ari, de jering van Doeren. Ik doe die even in je voor. Dat denk jij dat ja, ik daarna maar kan. Dat kerst ook wel, dat kerst ook wel. Snijst hem hier, snijst hem er af. Dan zit er nog een liedstikje. Er zit nog een liedstikje in derde. Dat snijst er ook uit. Nou, dat is simpel. Dat laat je naar de kant. En dan doe je het even voor mij, sa, in de lengte snijden. En doe hem maar in treien. En dan is een reepje. Zo'n jering is natuurlijk heerlijk om zat te eten. Maar als er een combinatie maar maken is met een salade, wat wij nou haast doggen. Oh, is ik een tractatie. Ja, ik heb een keer een overdosis aan die dingen gehad. Oké, okay, ik ga dat ook al. Een commercial op moeten nemen. En dan moest ik 's ochtends om 8 uur elke keer eens een haring happen.
kauwen. En dan kwamen ze met een bakje, moest ik het uitspugen. Take two. En dan ging die weer. Een nieuwe haring. Ik heb wel 5. Toch eens even? Ja, wat denk jij? Bist net van jij? Ja, ik vind het heerlijk. Jawel. Maar dan sta ik hier met mijn bek vol. Dat is waar. Maar wij moeten mee snijden. We moeten even terug. Want zo zijn eerst die blokjes. Want ik moet er even blokjes van halen. En dan doe ze het daar even in. En dan was straks je wettel erbij. Jouw gurk erbij. Ding erbij. Ik zou zeggen, Boomsma. Aan de slag. Aan de slag. Wat dacht je jou? Die man kent wel je. Ik snij die komkommer even in hele mooie tinnen plakjes en die lees ik onderop. Ik heb die appeltjes en die heerlijke rode bietjes al in blokjes snijd. En dan doen we haast die jering daar lekker doorheen. Dit lezen we eronder op. Die salade er lekker bovenop. Even een lietstiftje mayonaise en een eiken wat 10 minuten zien is. Want dan is het een beetje zacht van binnen. Dat is lekker, no? Maar heb je jering genoeg, Harry? Ja. Dus die doen we er even doorheen. Ik had je kleersteen. Dan hebben we die jering. Dus doe dat even mengen. Doe ik er even wat zout en peper in. Maar het even goed. Even ik neem dat de zandbakmethode. Nou, dan weet ik al en, wat dat. Wist je wel wat dat is? Ja. Dat is omscheppen, hè? Ja. Omscheppen. En dan doe ik even goed onderop. Want die herring moet er goed doorheen. Juist. Hup. Juist. Ik zeg, dan kan ik de peper en zout er even op doen. Hé, doe je dan een soort aan sport? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, heerlijk. Elke dag? Nee, ik hoef het niet. Nee, nou, eet maar wat zaadje. Ik bedoel, je bent net van zaad, toch? Zo? Kijk eens. Hè. Maar elke dag naar sport? Bijna wel, ja. Ja? Ja, dat is voor mij echt, ik doe veel verschillende dingen. En dat moment dat ik ga sporten is het eigenlijk het enige moment op de dag dat ik al die dingen aan de kant schuif en alleen maar daarmee bezig ben. Oké. Okay. Zo lekker. Ja, lekker. Ja. Dus dan bekijkt even in hol even helemaal leeg maatje. Ja, ja. Dat is prima. Proef even. Als het saai lekker vies, dan zet ik mijn vet in de koelkast en dan begin ik maar te genieten. Mmm. Vers, hè? Heerlijk. Op het heitelaan, hè? Nou en op. Want viel je nou wat een vries of net? Een heldhaftige vries. Bijtje. Hier, ding. Nou, dan gaan we naar de Wiener in. Was dat deze dan? Zou je hem helpen en ja? Jij denkt gewoon dat ik dat niet kan volgens mij. Nou, dan maar eens kiezen. Nee, ik neem maar deze. Ik neem deze. Dan heb je de dopje erin zitten. Nou, klaar. Hey, dan bist eerst al een heel soort, dan bist fotomodel geweest. Ja. Ja. Model. Ja. Ja, dat is zo. En nou bist presentator en dus programma's presenteren echt maar. Programma's maar inhoud. Is dat net een enorme omschakeling? Hoe doe je dat? Nou, het is meer voor de buitenwereld. Want toen ik bij Jorin zat en die fotodingen deed. Ja, toen was ik zelf ook wel heel veel met inhoud bezig, maar niet op tv. En dan is het best wel moeilijk als mensen. Je hebt een bepaald vooroordeel. Het is heel uiterlijk, heel oppervlakkig, heel leeg. En toen in het begin had ik ook heel erg de neiging om dat te compenseren. En om altijd maar over inhoud te praten in interviews. Ja. En dat heb ik losgelaten. En nu, ja, ik denk dat het nu redelijk lukt om te laten zien dat ik er gewoon heel erg van hou om dingen te doen die ertoe doen. Dingen met inhoud. Maar het maakt me nu ook minder uit wat andere mensen denken. Is dit goed? Deze zijn zo klein. Ja, die kunnen er wel. Ja, nee, lekker. Ja? Lekker Leeds dobbietje. Tje, dit mag gewoon eventjes een beetje insmeren, sa. Als toch dat even dorst. En dik, toch? Ja, gewoon lekker insmeren, wist je wel? Gewoon lekker dat kerst vanzelf door. Boerenboeten. Klaar? Bijna. Beetje trots uit de booms, maar. Wat is dat brand, mijn boeten? Komt-ie. Ja? Hup. Kom maar. Wow. Dat kwast je maar even om. Nee, dom is het dan. Maar ja, tjus. Sa. Lees er maar in. Ja, ik moet ze erin leggen. Ja, dat maar stoot maar. Eerst aan de bonkerkant, maar. Lees er maar in. Voorzichtig, denk erom. Brand je net. Ja, sorry. Keurig. Ja, keurig. Helemaal goed.
Helemaal goed. De buitenkant een beetje een korstje. En dan moet het net te droog wezen. Hè. Het moet een beetje zacht wezen. En dat krijgt veel onder het vlees. Hè. Als het dus echt veerkracht is. Maar steeds aan de kant veel. Echt veerkracht jouwt. Dit is nou nog rauw. Hè. Ja. Dus als het een beetje spanning jouwt op het vlees. Dan wordt het al lekker smaak. We lezen gewoon mooi daar. Sta op. Hè. En dan doen we die. Zaai in de oven. Dus mee weer niet mijn familie. Ja, komt ie hè? Ja. Lisa. En moet die boter er niet bij? Ja, zeker. Ja, wees. Je moet er gewoon heen. Tje. Hey, ik zie je nog een koksmaat. Dit komt heel nog leer. Lekker er even in. En even de tijd in de gaten houden. Een minuutje of 10. Oh, dan ben je direct in de man van de klok. Huppakee. Thank you. 10 minuten. In water. Ja, dit is hem, jongen. Ja, hier hebben we. We zijn hier natuurlijk op een plaats. En het is morgenstijd. Dus wij gaan nou even zien te gaan. Boomsma, aantreden. Dai. Wow. Oh. Wat is er? Oh, dat is je schrik voor die kei. Nou ja, dat is gebeurd. Ja, ik schrok er bijna van toen we binnenkwamen. Wat denk je? Ik redde kei. Ja, joh. Alleger molken. Alleger perfecte molken. Hé? Dan moet je maar even kennis maken met de boer, hè? Ja, doe. Goeiedag. Goeiedag. Ken je hem al? Ja, dat is mijn ouwe. Wie is dit? Is dit meester van der Laan? Ik wel een jettershirt, ja. Zo'n bekende persoon die... Rijtse de kok. Ja. Ja. Maar hij doet ik een beetje. Kerst hem wel. Oh, ja, natuurlijk. Ja. Wat doe dan? Ja, nou, shirt. Hij is maar net van doe de pet even aan, dan kunnen we het beter zien. Zit nog een beetje onder. Is dit de hoofdmeester? Ja, dit is de hoofdmeester van de paardwezer in Stint. Juist, ja. Hij vindt het nog haar goed, hè? Grappig zeg, wat een verrassing. Dus, ja, vies het wel leuk? Ja, tuurlijk. Ja, als je zag... Kijk dan! We hebben een stront die hebben in de... Nog leer, nou geef je mij! Ja. Kom, we gaan dan eten. Kom maar. Is maar, dat nog? Ik wil me er alleen maar bemoeien, want ik wil weten wat er in dat schrift staat. Ja, nou in dat schrift... Wat staat erin? Nou, dit is ik hier van elk hier een... even wat, maak ik wat foto's van een squadreisje. Ja? Ja, wat zit erin? Ameland. Nou, en daar ben ik gewoon de foto steen erin. Zee oh, zo'n squallenfoto? Tje, ja. Ja, dit is hem. Tje, ja. Die er nog wel te zien, denk ik, hè? Dat het hem is. Ja, ik heb dat zien. Nou, ja. Harry, maar eens ja, ik weet van haar alleen nog. Smit heette zij van de achternaam. Ja. Hierachter zit Mirjam. Ja. Dacht ik. Ja, ik heb het even nice met jou, want ik wist dat ik met al je meer. En dit hier is van zijn? Margreet. Ja, Margreet Triemstra. Oh, Triemstra, ja. 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 Nou, ja, we hebben nog een foto. Naar elkaar. Zo. Ik heb nog een orenfoto. Daar hebben we de heerlijke jeringsalade. Echt een hele... Denk om die mooie kostbare foto's, want hier komt het eten hoor. Ari. Ja. Ik zou zeggen, Jim... Beginnen maar even, ik je net voor in gebed. Nou, prachtig. Lekker eten, hè? Ja, dank je. Nou. Eet smakelijk. Lekker eten! Ja, dank je, ik zag. De haring zit ook nog door de salade. Oh ja. Nou, het smaakt goed. Ja, je rijdt ze, ik kan het wel. Iets is dit. Lekker dat je in die oven wist. Ting. Nou. Vlees klaar. De green. Lekker fris, mooi green. Die wetten hebben we er even terug in voor de kleur.
eventjes in de boter, beetje zoutpeper erop. Dan hebben we dat jerpeltje, dat hangt in de poft. In de oven is het zin. Beetje iepen erbij, want je is wel decoratief. In de skil, hè? Want als je het in de skil hebt, een soort smaak van die jerpel. Lekker rosvallen aardappel. Dan hebben we heerlijk die koteletten. Kennen de heren lekker kluiven. Lekker. Die mooie jus erin. Och. Joh, Matti, ik vier rennen om het beter te krijgen. Ari. Jo. Kerst al ziet de hollen, maar wat er op de foto staat? Bijna. Ja? Oh. De lamskoteletjes. Meneer Van der Laan. Nou, dat. Meester Bobbenmaster. Het lijkt het maar schoon. Bobbenmaster. Alsjeblieft. Dank. Deze hier. En dan wil ik eigenlijk wel even zien hoe lekker dat je hem daarvan smikken liet. Dus ik zou zeggen, lekker eten. Arnett. Mijn rijtse. Ja, en mijn Ari, en mijn Van der Laan, mijn misschien al. En eten is een sociaal gebeuren. Ja. Hè? Toch? Ja. De tafel verbroedert. Dus ik zou zeggen, lekker eten. Dank. Dank hem wel. Smakelijk. Ja.